Verda Leeft is vandaag te gast bij het Mama Café in de Vinkenbuurt. Wat het Mama Café precies inhoudt weten we niet, maar daar komen we wel achter. Vandaag zijn er allemaal baby's, dat zie ik wel. En Janine en Jenny, die gaat van alles vertellen. Vertel eens Janine, hoe is het Mama Café ontstaan? Nou, het Mama Café is ontstaan vanuit plaatselijk belang Vinkenbuurt, zeg maar. Er was een vraag gericht om iets op te zetten, zeg maar, voor kinderen en moeders, eigenlijk voor deze doelgroep. Toen zijn we met een aantal vrijwilligers, vrijwilligers zijn we dus bezig geweest en hebben we geprobeerd een programma in elkaar te zetten. Al werkende samen werden wij zo enthousiast dat wij zoiets hadden van ja, we richten een Mama Café op. Zo is het eigenlijk begonnen. Wat houdt Mama Café precies in? Nou, we hebben elke maand, één keer in de maand, hebben we een Mama Café. De ene maand doen we het 's avonds en de andere maand 's ochtends. Dan kunnen we verschillende onderwerpen toepassen. En dan eigenlijk is het gewoon gezellig samenkomen en onderling contact maken met elkaar. En de kinderen gezellig zien samenspelen. Het moet vooral leuk zijn. Creëert meer saamhorigheid hier in Vinkenbuurt. Maar het is ook voor de omgeving trouwens, om erbij te vertellen. Het is niet alleen Vinkenbuurt wat mag komen, maar ook wel omliggend van Vinkenbuurt. Hoe loopt het tot nu toe? Nou, tot nu toe loopt het goed, zeg maar. Want we doen niet met opgaven of zo, dus eigenlijk is het spontaan. We geven informatie af via Facebook, we hebben een Facebookpagina. De eerste keer zijn we begonnen met flyeren, hebben we huis in huis geflyerd in Vinkenbuurt, Balkbrug, Nieuw-Leusen. En daar hebben we geflyerd. We hebben zoiets van, we vinden het goed eigenlijk. En we hebben zoiets van, we zijn echt wel aan het kijken om toch ook volgend jaar weer verder te gaan. Ja. En het is overdag en 's avonds? Ja, de ene maand, wat Jenny net ook zei, zeg maar. Van de ene maand doen we 's ochtends. En dan hebben we de kinderen erbij. En de andere maand dan is het een soort workshop. En dat is dan vaak 's avonds. En dan is het alleen met de moeders. Ook om moeders als het ware met elkaar in gesprek te laten gaan en te kijken van ervaringen uit te wisselen. Want op zo'n ochtend als nu, wat je ook wel misschien gezien hebt, zijn dat alle kinderen zijn erbij en dan is het een hele andere ochtend dan 's avonds weer. Ja. En zijn er ook kosten aan verbonden? De kosten zijn per keer €3. En dat is dan zeg maar, daar hebben de moeders dan de koffie, zitten dan bij in, twee keer koffie. En voor de kinderen is er dan een glasje fris of dik sap. Rozijntjes. En rozijntjes, ja. En vandaag worden de kinderen gemasseerd, zeg maar. Ja, klopt. We hebben vandaag een workshop baby- en peutermassage. Het zal een beetje combi worden. Henny Troost hebben we daarvoor uitgenodigd. En die gaat ons daar de basis van leren, denk ik. We laten ons verrassen. We hebben zelf eigenlijk geen idee wat we gaan doen. Dus, we laten ons ook verrassen. Bedankt.